We zijn hier op een plek waar een aantal Veldhovense kunstenaars hun werk tentoonstellen. Wat een mooie plek is het hier. Mogen jullie hier permanent exposeren? Ja, nou, dat is een mooie vraag. Mogen wij de plek permanent gebruiken? In ieder geval voorlopig hebben wij de mogelijkheid om hier te exposeren. Dat doen we met 8 kunstenaars en we hebben ons verenigd onder de naam Kunsthoven. Op dit moment is daar Nelly, die zit langs mij. En Nelly Frederiks die maakt de beelden die we hier in huis hebben. Dat zijn beelden van Paverpol. Hier is ook bij mij Albert Bokkels. Albert is een docent, is opgeleid, heeft altijd voor de klas gestaan. En is inmiddels met pensioen, maar maakt erg mooi tekenend werk. En aquarelleren is hij goed in, enzovoort, enzovoort. Dan hebben we nog Hanneke Hielkema. Hanneke heeft bekendheid gekregen in Nederland met haar portretten. Daar maakt ze hele kleine kriebelbeestjes van. Veel mensen kennen die en is erg specifiek werk. Dan hebben we Jaap Ome. Jaap is opgeleid in de game art design en heeft ook in Japan wat gestudeerd omtrent game art design. Zijn tekeningen zijn erg bijzonder en mooi om te waar te nemen. Dan is Jolanda Kops bij ons. Zij is vooral met portretten en dieren erg goed. Daar hebben we werk van hangen. Daar kunt u ook naar komen kijken. En dan hebben we nog Ton Verheijden. Ton maakt de beelden van glaskunst in combinatie met albast of met hout. En dat is heel specifiek werk wat Ton maakt. En dan hebben we nog Marijke Krijvanger uit Veldhoven. Marijke werkt heel erg met emotie en wat zachtere kleur is niet helemaal de goede, maar hele mooie warme kleuren. Zo kan ik het beste uitduiden. Ja, en dan mijn eigen werk van Eva Janneke. En dat zijn vooral kleurige werken in vorm en maat naar wat u zelf wilt kiezen. En we werken zowel van kleine doeken tot hele grote doeken. Waarom hebben we Kunsthoven opgericht? Kunsthoven, ik kreeg dan de mogelijkheid om hier op deze locatie te hangen. En de ruimte is zo groot dat ik met een aantal goed bekende kunstenaars die echt mooi werk afleveren, aan de slag ben gegaan. Uiteindelijk hopen we ook door te gaan met Kunsthoven projecten. Dan krijgen mensen ook veel meer mogelijkheid om in ontwikkeling te gaan. Mensen ontwikkelen is een van de dingen die ik ontzettend leuk vind om te doen. Niet per se de kunstontwikkeling, maar wel de persoonlijke ontwikkeling. En door creatieve expressie kun je op een bepaalde manier heel dicht bij jezelf blijven. Dat kunnen we ook gaan doen met kinderen, zodat kinderen, vooral hoog sensitief, dus anders denken, creatief denken en doen. Dat zijn in ieder geval de speerpunten waar we ons in de toekomst op willen gaan richten. Bent u dan daarvoor geïnteresseerd, zou ik zeggen, kom eens bij Kunsthoven binnenlopen. U kunt altijd even een afspraak maken via Kunsthoven. Daar kunt u een telefoonnummer vinden. Of u kunt rechtstreeks met een van de kunstenaars afspreken. En dan krijgt u hier de rondleiding. Ik ben Nelly Frederiks. Ik maak beelden van Paverpol. Paverpol is een vloeibaar materiaal wat je vermengt met een natuurproduct. Een natuurproduct wat goed het materiaal opneemt, keihard en weersbestendig maakt. Dus de beelden kunnen ook buiten staan. Mensen vragen heel vaak, hoe werkt dat dan? Nou, het beeld maak ik grotendeels met elektriciteitsdraad, aluminiumfolie en schilderstape. Zo, daar maak ik de basis van. En daarna krijgt het dus de laag van de paverpol. Ik werk heel veel met katoenen t-shirtjes. Die drenk ik in dat materiaal. Dan krijg je een stevige laag, omdat daar veel intrekt. En over die laag heen zet ik dan bijvoorbeeld een vermenging van paverpol met papidoer. Papidoer is een papiervezel. Dat zet ik met een spatel, zet ik het erop, zoals bij deze olifant. Dan kun je het heel grof laten, zoals ik dat hier gedaan heb. Maar je kunt ook met de natte vinger, en dat heb ik dan hier bij de bol gedaan, glad maken.
Je kunt ook met katoenen katoenen kant werken. En dat zit dan hier weer op de olifant verwerkt. Waardoor je weer een andere structuur maakt. Je kunt ook het met die papidoer nog meer papidoer erbij doen, zodat je ermee kan gaan kleien. En dat heb ik dan hier bij die handjes gedaan. Alle vingertjes één voor één weer aangezet. En zo kun je eigenlijk alles maken. Hier staan we bij een ander beeld van mij. Dat is weer met een andere techniek gemaakt. Hier is de laatste laag gemaakt met 3D Flex. Dat is ook een poedertje wat je dan vermengt door de paverpol. Dat is een materiaal wat als het gaat drogen gaat krimpen. En omdat ik er allemaal verschillende figuurtjes ingeduwd heb, gaat het op die plekken waar je het dus wat platter hebt gemaakt, gaat het krimpen. En dan krijg je dus dat die schubben bij deze draak veel meer erbovenop komen te liggen, omdat het daar gekrompen is, waar je het dus wil laten krimpen. Die tanden zijn dan weer gemaakt met een mengsel van die papidoer. En die heb je dan weer gekleid en die duw je er één voor één in. De vleugels zijn gemaakt van het katoen. En daar overheen zit ook weer een laagje met die papidoer gemengd. En dan met de natte vinger weer helemaal glad gemaakt. En zo is eigenlijk alles mogelijk. De grote beelden, zoals dan deze draak, die zijn grotendeels weer opgebouwd met Tempex. En de kleinere beelden van aluminiumfolie, schilderstape en staaldraad. Mijn naam is Albert Bokhals en ik ben eigenlijk al mijn hele leven met tekenen en schilderen bezig. Als klein kind al. En mijn voorouders dat waren ook kunstenaars in Eindhoven. Dus daar heb ik het eigenlijk een beetje van georven. En eigenlijk het meeste werk wat ik doe, dat is tekenen met potlood, met pen. En daarnaast wat aquarelverf. En op die manier heb ik hier dus een aantal voorbeelden van portretjes van kennissen en familie. Ik heb hier een voorbeeld van een Noors kerkje, wat ik in aquarel gemaakt heb. Heel veel werk wat ik maak, dat doe ik in opdracht. En op die manier zijn er dus altijd mensen die op een gegeven moment zeggen wat ze graag willen hebben dat ik maak. En op die manier creëer ik dan de dingen. Kijk, er zijn ook werkstukken in andere materialen. Hier bijvoorbeeld heb ik een werkstuk dat is met pastelkrijt. Dat is een heidelandschap. Dat geeft wat meer mogelijkheden in pastelkrijt dan dat je dat in een tekening of een aquarel zou doen.
Nou, ik sta hier op het ogenblik voor een werk van een oud-leerling van mij. Ik geef wat dat betreft al 32 jaar les aan volwassenen en aan jeugd. En ik vind het ook heel belangrijk om de jeugd gewoon creatief bezig te laten zijn. En ik vind het geweldig als ik dus kinderen van een jaar of 10 voor de eerste keer bij mij krijg. En ik zie dan dat ze dus na een aantal jaren gewoon zo'n grote ontwikkeling gemaakt hebben. Dat ik zeg van nou, ze zijn eigenlijk beter dan dat ik zelf ben. En op die manier sta ik hier voor een werkstuk van een oud-leerling van mij. Die is begonnen toen hij 10 jaar was en hij is nu 26. Hij is eigenlijk heel simpel begonnen. Uiteindelijk is hij zijn eigen creativiteit gaan ontwikkelen. En dat vind ik ook heel belangrijk, dat gewoon kinderen en volwassenen gewoon hun eigen stijl ontwikkelen. En daar kan ik dan bij helpen. En Jaap is dus de media kant op gegaan. Hij heeft ook in Japan een aantal dingen ontwikkeld met manga tekeningen. Ja, dit is een van mijn werken en dit schilderij heet De Kus. Ik schrijf dat altijd met SZ, dat is een grapje voor mij. Hier zie je dan het meest duidelijk in wat ik probeer te ontdekken in mijn schilderijen. En dat is eigenlijk de manier van werken waar ik sinds 2002 werk. Dan laat ik het los. Ik laat het gewoon gebeuren. Alle doeken die hier hangen, die zijn op dezelfde manier vormgegeven. En toch ontstaan er elke keer andere beelden die ik daarin zie of uitwerk. En dit is een heel mooi voorbeeld. Wat mij inmiddels heel erg interesseert is hoe mensen naar beeld kijken. En daar blijkt een enorme diversiteit. Want dit doek heeft veel groen. Dit is vaak wel redelijk helder voor mensen. Dat ze zeggen, oh, we zien een stad onder water. En als ik het dan over dat deel van het doek heb, dan zien ze vooral kleur. Er zijn weinig mensen die daar vorm in zien. Maar kinderen zien dan juist meteen vorm en beeld erin. En ik zie ook vaak beeld erin. Maar het grappige van dit doek, en wat veel bij mijn doeken voorkomt, is dat ik het op een hele andere manier begin vorm te geven. Ik heb dit doek bijvoorbeeld opgezet in deze richting. Er kwam hier een beetje een narcisachtige bloem. Toen ben ik het gaan draaien. En dan ga ik een beeld waarnemen. En in dit doek, en dan leg ik dat vaak uit als mensen hier naar kijken, omdat ze het niet altijd zien, maar dan ga je hier een onderwaterpartij in. Hier zien mensen ook nog van alles. En soms zien mensen hier het kusje zitten. Het kusje in dit doek. Dan ontdek ik hier een oog. En ik ontdek hier een bek. En hier spuit een soort walvis het water. En dat beeld ontstaat in het doek. En toen ontdekte ik hier een oog, een mondje, een kieuw en een visje. En dit visje kust die walvis op zijn hoofd. Ik weet uit de tijd waar ik toen doorging dat het gewoon grappig is. En ja, dat ik dan ook die beelden ga zien. Dat is iets wat ik ook met cursisten doe en wat mensen in hun ontwikkeling dingen op doek verschijnen waar ze een stukje herkenning in hebben. Wij exposeren vanuit Kunst Over projecten. Dan komen we dus met een aantal kunstenaars die ook live werken. Bijvoorbeeld bij presentaties heb ik dat zelf een keer gedaan, waarbij ik achteraan in de zaal live geschilderd heb, waar ik hele leuke positieve reacties op kreeg. Dus daar willen we met Kunst Over projecten ook allerlei nieuwe items aan verbinden. En voor onszelf, als wij, we hebben een mix gemaakt met muziek. Susan Johnson is een universitair afgestudeerde jonge dame van 26 jaar die bij ons de pianomuziek en de sfeermuziek begeleidt. En wij zijn er heel erg blij mee dat zij tot onze Kunsthovengroep behoort.